De sloop van de bestaande bebouwing is voltooid. En de eerste woningen van het Vlietkwartier komen dit voorjaar op de markt. Stadsoever zet in op architectuur. Ik spreek daarom vandaag met architect Koen Smit, ontwerper van Vlietkwartier. Koen, hoe gaat het Vlietkwartier eruit zien? Nou, heel concreet, 53 woningen. Die worden in verschillende fases ontwikkeld en gebouwd. En die bestaan uit starterswoningen, senioren en gezinswoningen. Maar ook woon-werkwoningen en prachtige herenhuizen aan de Vliet. Heel divers dus. En hoe gaan de bewoners deze buurt ervaren? Nou, echt als een hele sociale buurt. Een buurt waar ruimte is voor een praatje. En op zondagochtend kunnen bewoners genieten van een kopje koffie langs de Vliet. Nou, een duurzame woning is belangrijk. Maar fijn wonen heeft ook te maken met sociale ruimte. Dus collectief groen, een hof en steegjes, daarmee bevorderen we de samenhorigheid. En daarbij hebben jullie er bewust voor gekozen om het Vlietkwartier autovrij te houden? Zeker, want in Vlietkwartier ligt de focus op ontmoeten en thuiskomen. En dus heb je met een loopje van en naar de auto de grootste kans op een praatje. Nou, en bovendien maken we alle ruimte vrij voor voetgangers en spelende kinderen. Ja, en dat heb je nodig voor een levendige buurt. Genieten aan de Vliet. Ik zie het wel zitten. Ben je benieuwd wat er in Stadsoevers gebeurt? We houden je via onze socials op de hoogte.